Goed, mijn naam is dus Inge Massen. Ik werk bij DSM, een multinational die voedings- en gezondheidsproducten en hoogwaardige materialen ontwikkelt. Hoewel jullie er waarschijnlijk niet van bewust zijn, komen jullie iedere dag in aanraking met onze producten en bijvoorbeeld jullie elektronische toepassingen, auto's, vitamines die jullie mogelijk innemen en jullie voeding, om een paar voorbeelden te geven. Ik werk al een aantal jaren bij DSM. Ik ben nog iedere dag onder de indruk van de innovaties die ons bedrijf ontwikkelt. Een hele interessante nieuwe dimensie hierbij is dat we ons de afgelopen jaren niet meer alleen voornamelijk focussen op de knappe dingen waartoe onze mensen in de labs in staat zijn. Maar ook in toenemende mate kijken naar de meest commerciële interessante manier om deze op de markt te brengen. En dat wil ik laten zien aan de hand van een innovatie die jullie dadelijk op het beeld zullen zien. Deze. Ik zal jullie niet vragen om te raden wat het is. Het lijkt nog het meest op een schimmelkaas als je het zo de eerste keer ziet. Maar het is in werkelijkheid een vinding die een aantal jaren geleden in de labs van DSM werd gedaan. En een dun laagje is dat de reflectie van glas en kunststoffen bijna helemaal doet verdwijnen. Nou, in het traditionele DSM zouden we deze coating als formulering aan een glasfabrikant hebben verkocht, waarmee we op zijn hoogst een paar euro per kilo zouden verdienen. Echt een technologie push benadering, waarin we ons qua communicatie ook met name op de technische voordelen zouden focussen. Met de omslag in ons innovatiedenken die in 2006 is ingezet, is hier wezenlijk verandering in gekomen. In het geval van deze uitvinding heeft dat betekend dat we echt zijn gaan kijken naar de waardeketen en het meest interessante businessmodel om optimaal de waarde uit deze innovatie te halen. Dit heeft ertoe geleid dat we dus niet die coating als laagje zijn gaan verkopen, maar dat we een eigen fabriek hebben gebouwd op onze terrein in het zuiden van Nederland. Waar we dit product op glas aanbrengen, het glas zelf verkopen en ook een campagne hebben ontwikkeld om dit door de hele keten heen op de markt te brengen. Een drastisch andere aanpak dus in vergelijking tot een aantal jaren geleden. Vanuit communicatieperspectief betekent dat je dus geen foldertje maakt met wat grafieken om de inkoper van de glasfabriek te overtuigen. Maar dat je door de hele keten heen moet gaan begrijpen welke voordelen dit glas voor alle gebruikers heeft. En dan denken we aan de distributeur, de lijstenmaker tot aan de eindgebruiker toe. Een extra uitdaging hierbij is dat de meeste eindgebruikers van die spullen laten inlijsten, zich helemaal niet bewust zijn van de nadelen van gewoon glas voor een inlijsting. Pas als je zelf ziet hoeveel beter ons product werkt, ga je je storen aan de reflecties. Dat moet ik natuurlijk even illustreren aan de hand van een echt voorbeeld. Dus echt, je kunt het even doorgeven. Het is altijd even leuk om zelf te ervaren. Dus we hebben al deze inzichten en nog veel andere inzichten die we aan de hand van uitgebreid marktonderzoek hebben opgedaan. Vertaald in een positionering die door de hele keten aanspreekt. Dus zowel de distributeur als de lijstenmaker als de eindgebruiker. En waar we als centraal concept gekozen voor breng uw beelden tot leven. Wat we ook hebben geleerd met het opzetten van deze campagne is dat een continue interactie met de markt om te kijken of de aanpak die we gekozen hebben de juiste is, echt cruciaal is. We hebben een retail marketing expert toegevoegd aan ons team. We werken met een bureau met specifieke ervaring in deze markt. En hebben daarnaast nog een aantal mensen met jarenlange ervaring in de inlijstglasmarkt aan ons team toegevoegd. Ik denk dat deze aanpak echt cruciaal is gebleken voor ons als business-to-business onderneming om te leren opereren in een markt waarin dat hele ketendenken zo belangrijk is. En het heeft geleid tot een campagne met een hele brede reeks middelen om al die doelgroepen te bedienen.
Enerzijds richten we ons op activiteiten die de merkbekendheid van ons product doen verbeteren. En daarbij richten we ons niet alleen op ons product, maar ook op de merkbekendheid van specialiteitenglas in het algemeen. Want daar zijn de meeste mensen helemaal nog niet mee bezig. En anderzijds moeten we ook activiteiten ontplooien die direct een bijdrage leveren aan de verkoop. Omdat we gewoon op korte termijn ook resultaten nodig hebben. Nou, voor mij is dit ketendenken in ieder geval een absolute verrijking van mijn werk geweest. En het heeft er ook toe bijgedragen dat we in alle projecten die we binnen het Innovation Center ontwikkelen, een out-of-the-box benadering kiezen bij zowel het bepalen als van het businessmodel als de daarbij horende communicatiestrategie. En wat mij betreft is het voor DSM echt een hele belangrijke stap bij het verwezenlijken van onze missie, die jullie net heel even in beeld zagen. Dankjewel voor jullie aandacht.